Het is 5 mei 2017, ja, en dat betekent natuurlijk weer bevrijdingsfestival op het Malieveld. En we gaan hier eens kijken wat we hier kunnen beleven. Sowieso een heleboel acts, tentjes natuurlijk weer, extra podiums zijn erbij gekomen. En ik heb gehoord dat er zelfs een podium is in de Tweede Kamer. Op de website staat van, het is een klein stukje lopen van Malieveld naar de Tweede Kamer. Wij gaan dat niet wagen, want wij weten hoe de afstand is en dat is niet zo dichtbij. Maar ja, kortom, een heleboel podia's, extra podia's, een heleboel artiesten en natuurlijk weer de bekende kraampjes van alle stichtingen en organisaties van het Bevrijdingsfestival. We gaan genieten, we gaan beginnen. Het weer, ja, kom mooi, hè? Lekker zonnetje erbij, had leuk geweest zijn, maar ja, we wilden pret niet derven. Hey, genoeg geluk, we gaan genieten jongens. Nou, en zoals je ook kan zien, heeft Musicon ook zijn eigen podium dit jaar. Hey, dat hebben ze wel weer mooi geregeld, jongens. Nou, zoals je ziet is bij de Enjoint kraam is het al heel erg druk. Mensen proberen in de zevende hemel te komen. Nou, hier achter me zijn de jongens van Haag Hip Hop Centrum bezig met breakdance battles. En zoals je ziet, wordt druk bezocht. En battelen, breakdance is wel een beetje nu van de jongeren. Dus ze hebben het weer goed voor elkaar. Staat er klaar voor, de brandweer, de politie. Nou, laten we maar naar beneden komen, jongens. Gaat die denk ik nog een keer over het veld heen. Nou, zoals je hoort, daar komt ie. Een beetje zwaaien. Hey. Een beetje wit. Hekken zijn omgewaaid aan de andere kant. Nou, zoals je ziet, de hekken die zijn een beetje omgewaaid. Ja, dat hebben we met veel kracht van de helikopter. En weer terug. Ja hoor, daar komen ze. Ja, maar kijk eens, met zijn arm is open.
spullen worden naartoe gegooid van hey, neem je rotzooi mee, want wij gaan er vandoor. Even communicatie van, ja, ik wil ze even bij het persvak hebben. Ja, maar ik wil dit. Ja, maar ik wil dat. Even communicatie. Even duidelijk. Wat gaan we doen, jongens? Nee. We moeten meteen doorlopen. Nou, dit was het Bevrijdingsfestival 2017. We hebben genoten, Brainpower. En natuurlijk, Mr. Polska was aanwezig en nog veel meer anderen. En ja, vorig jaar was Tristan aan het presenteren. Toen was er ook nog zo iemand die zei van dat Brainpower zou komen. Ah, hoi. Hij denkt dat het grappig is. Laten we daar eens even naar kijken, hoe dat toen met Tristan is. Voor welke artiest ik in het bijzonder kom? Voor, hoe heet die ook alweer? Hoe heet die nou? Brainpower. Nou, zo is het dat had gezien. Die man die was helemaal de weg kwijt. Brainpower die trad nog ineens op. Dat was dit jaar. Hey, ik heb genoten. Ik hoop jullie ook. En tot volgend jaar. Later!